En dan gaan we even snel naar de winkels. Oh, we zijn geslaagd! Altijd lekker zelf in de pan, dat is de lekkerste popcorn. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Het ging allemaal iets anders dan gepland. We hadden plannen, maar daar moest het droog voor zijn en het gaat helemaal los buiten. Dus die hebben we naar morgen verschoven in de hoop dat het morgen beter weer wordt. Dus ik ga nu zo met Sarah naar de winkels, want Sarah heeft nog gymschoenen nodig. En dat wilden we eerst morgen gaan doen, want dat wilden we last moment, omdat de voeten best wel aan het groeien waren. Maar dat doen we dan vandaag. En ze had ook nog een afspraak met Mila. Dus ik heb net gestuurd dat dat eventueel vandaag kan. Dus ik ben op reactie aan het wachten. Daar kom ik dus zo achter. Ik heb me aangekleed. Mijn oorbellen zijn van Casa Jewelry. Ik heb de bleach dye shirt aan. Broek Mango en schoenen Collexis. En Sarah heeft dus ook haar shirtje aan. Ook met een zwarte broek. En dan gaan we even snel naar de winkels. Even die gymschoentjes halen. Kijk hoe leuk we zo samen zijn. Jee, en ook allebei een soort spijkerbroek. Ze matchen helemaal. Nou, spannend. Ga je ze passen, denk je? Anders hebben we pech, want er was geen andere maat. Ja, maakt niet uit, die schoenlepel. Het gaat er alleen maar om dat ze tellen hoeveel mensen er zijn. We zijn geslaagd. Voor mij ging. Ja, het is anders dan wat we aan het passen waren, want het was best moeilijk, maar ik kan het zien zo. Deze. Oké, nu zo. Het zijn van die turnschoentjes, maar dat is wel. We zijn nu 31. En nu snel naar huis. En ik kwam er net achter dat ik mijn telefoon vergeten ben. Was dat op zich geen hele grote ramp. Alleen, ik was natuurlijk aan het kijken of de filmmiddag doorging. Heb je daar? Ja, maar ik kan nu geen contact houden. Dus ik weet zo pas thuis wat ze gestuurd heeft. Want ze hadden geen plannen voor vandaag, maar ja, dat kan gewijzigd zijn. En wij wisten natuurlijk pas vanochtend dat onze plannen naar morgen gaan. In ieder geval hopen dat het morgen doorgaat, want als het morgen weer slecht weer is, dan hebben we morgen weer pech. We zijn weer thuis, Mila is onderweg en ik ga een hele grote bak popcorn voor die meiden maken. En ik mis mijn hoofd weer. Zo kan ik zo goed terecht, joh. Dat is iets beter. Ik ben blij dat we de plannen hebben verzet. Echt, het gaat los. Het is echt niet normaal. Dus ik hoop dat er vandaag zoveel regen valt. Dat er de aankomende 3 maanden geen regen meer kan vallen. Dan, ja, ik hoop het wel. Maar jullie smelten niet van regen. Dus dat komt wel goed. Heb je de film al klaar? Kijk, heel veel popcorn hoor je. Altijd lekker zelf in de pan, dat is de lekkerste popcorn. Ja, dan hou ik het allermeeste van mijn zelfgemaakte frozen yoghurt. En ik wil over alles wat me bezig gaat. Mila blijft ook gezellig eten. Doep. Word je verlegen ervan? Mag Mila ook wel serveren? Dat gaat nu niet, maar dat gaan we binnenkort plannen, oké, dames? Ja. Mila is weer naar huis, Sarah ligt op bed. Dus het wordt nu echt tijd voor mijn grote edit en halsslag. En daar heb ik echt geen zin in, maar ik ga het echt moeten doen. Ik heb vanmiddag wel die ene video al gerenderd. Dus ik hoef alleen nog maar 3 video's te editen nu. En dat moet ik echt in 1 keer gewoon wegwerken. In ieder geval minimaal 2. Anders ga ik echt te ver achter liggen. En voor tijdens het editen een gezonde snack, waar ik al de helft van op heb. Ik heb gewoon even doorgebeten en ik heb ze gewoon allemaal geëdit. Ik heb echt vierkante ogen van hier tot Tokio, maar het is af en ik ben weer helemaal bij. Echt, en die één video, die was zo verschrikkelijk veel werk. Echt niet normaal. Dus drink even de laatste paar slokken van mijn thee op. En dan ga ik gelijk lekker mijn bed in, want echt, ik ben er helemaal klaar mee voor vandaag.
Plus ik moest op tijd naar bed van mezelf. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!